Oproep voor Lianne Curving om even te komen bij de rechterstoel. Lianne Curving, rechterstoel alsjeblieft. Eerste winnaar is officieel, dames en heren. Dat is geworden paard nummer 2, Gilbert Boko en Rick Hebbingen. Ze winnen hier in een kilometer tijd van 1.25.2. En dan zult u misschien denken, als u dat oude Hilversum nog gewend bent en Action Squatter ooit hebt gezien, dat is niet al te hard, maar hier op de baan van Hilversum, dames en heren, is dat helemaal niet langzaam. Daar komt Rick Hebbingen al aan. Rick Hebbingen is de kampioen van Nederland. En die wint hier vandaag op het gras van Hilversum. We gaan de herenprijs uitreiken, dames en heren. Dat doen we daar aan de overzijde. Dat is voor mij ook een beetje wennen en voor Rick ook. Prachtige herenprijzen, dames en heren, beschikbaar gesteld door Havens. We zien daar de prachtige koets van Havens. En wat een ontzettend mooi paard om te zien, deze Gilbert Boko. Rick Hebbingen wordt gefeliciteerd door de eigenaren. En we gaan even bijpraten met Rick Hebbingen. Test 1, 2, de handheld, jongens. Mag iets harder. De handheld. Bols Korenwijn voor de eigenaren, dames en heren. Rick, even kort bijpraten. Ik zei net de eerste keer dat je in Hilversum wint, klopt dat? Nee, dat klopt niet. Dat klopt niet, want het is al eens gebeurd met? Violette Days, Running Flyer B. Oh, dat was allemaal de Kremastijd nog, hè? Ja. Dat is verjaard. Dit is een heel lekker paard, hè? Dat je dan hier moet debuteren, is dat erg of niet? Nee, is absoluut niet erg. Ik bedoel, de koers zoeken, gelijk Wolf gaan beginnen, is voor hem misschien net even te gortig. En de eigenaren komen uit de buurt, dus eigenlijk was het heel mooi dat dit zo lukt. En ik denk dat het voor de jongens heel mooi is. Mooi groot paard. Wat verwacht je van hem later dit jaar? Ik denk dat hij zich wel gaat ontwikkelen. Kijk, lucht heeft hij wel, de handigheid en de kracht ontbreekt nog een beetje, maar daar viel niks tegen. Hartstikke mooi. Rick Hebbingen, dames en heren, kampioen van Nederland. Een topper in de PR ook. Hij gaf tekst en uitleg bij de overwinning. Hij krijgt de bloemen mee. Die kan hij net niet meer pakken, want Gilbert Boko heeft haast, dames en heren. Geef hem een heel groot applaus. Rick Hebbingen, de man met de gouden helm. En natuurlijk het paard niet vergeten, Gilbert Boko. Gefeliciteerd. En we praten kort even bij, dames en heren, met de man die net aan het hoofd van het paard stond, Johan van der Wal. Johan, gefeliciteerd. Jij bent de verzorger van dit paard, maar je gaat straks zelf rijden met Shake Hands. Hoe moeten we jouw paard inschatten?